Yeah, literally, I was like, why is there a house in the water? I'm from the UK. This is literally my first day in Amsterdam, so I saw that and I was like, is this normal? I was like, I don't know. Tja, sinds gistermiddag ligt er een huis midden in de vijver van het Vondelpark. Fotootje hier, fotootje daar. Maar wat de bedoeling nou precies is? Ik denk meer dat het ludiek is. Zo van, het is een eendenhuis of een vogelhuis. Maar dan eigenlijk een mensenhuis. En ik zou niet weten wat erachter zou moeten zitten, maar ik vind het wel grappig. Maybe wildlife live in it. Ducks and other waterbirds. Ik vind dat huis heel interessant. Ik vind het heel grappig. Ik denk, heeft het iets te maken met GroenLinks of zo? Kabinetswijzigingen? Of een zomers tafereel? Ik denk dat het gewoon, ik denk dat het met milieu te maken heeft, met overstroming of zo, toch? Of niet? 1953 is de helft van mijn moeders familie overleden in de watersnood. En dan kom je dit tegen. Erg. Ja, ik vind die mooi, maar ja. Nee. S'avonds op televisie zie je constant ellende met watersnood en mensen die overal in de wereld. En dan leggen ze hier een huis in het water. Onbegrijpelijk. Zou het waarschijnlijk met de waterspiegel van de zee te maken kunnen hebben. Dus dat, zeg maar, op een gegeven moment, als we niks doen aan de global warming, dat uiteindelijk, zeg maar, heel veel huizen in Nederland, zeg maar, onder water komen te staan. Dat zou mijn eerste ingeving zijn. Een boodschap, ja. Oh, met de huizentoestand of zo. I wonder what's inside the house, that's what I want to know. Jump in. If I could, I would. Het is momenteel nog altijd de grote vraag wie het huis geplaatst heeft en waarom.